Met lint laat buurtwoner Jens Roep zien waar de toegangsweg naar de Nieuwe Meervaart straks mogelijk komt te liggen. Zo kom je dan aan met een vrachtwagen bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je hier zo afrijden. En dan moet je daar zo verder. Ja, en dan hier doorheen. Afgelopen vrijdag bleek dat er mogelijk nog meer groen sneuvelt dan vooraf bekend was. Adviescommissies vinden namelijk dat het theatergebouw zelf niet alleen in het water, maar ook deels in de zogeheten hoofdgroenstructuur moet komen. Het gebouw zou zo beter ingepast worden in de omgeving. Je mist toch een mooi stuk park. En wat moet, moet. Maar weet wat je doet. Het is niet een hele groene buurt hier. Maar dit is dan net dat stukje waar het er wel is. En daar geniet ik enorm van. Het zou jammer vinden als dat weggaat. Bomen niet afmaken. Bomen is belangrijk. Bomen is zijn stof geven. Het college van burgemeester en wethouders zegt nog voor een dilemma te staan. En gemeenteraadsleden mogen zich er nog over buigen. Maar voor de lokale politici in Nieuw-West is het inmiddels te laat. Toch heeft de fractie van GroenLinks en de stadsdeelcommissie daar geen problemen mee. Ik weet niet of je hier bent geweest in het hoekje. Het is niet echt heel hoogwaardig groen. Mensen ervaren deze plek heel onveilig, ook 's avonds. Veel mensen hebben net gesproken, die vinden het wel heel fijn. Ja, dat heb ik nog nooit eerder gehoord, dat mensen in deze hoek recreëren. Dat is voor mij helemaal nieuw. Nijhoffer moet dat de kosten meespelen bij het idee om deels op land te bouwen. Hij hoopt dat de Nieuwe Meervaart een positief effect heeft op de buurt waar de oude meervaart nu staat. En waar allerlei nieuwbouwplannen voor zijn. In het derde kwartaal van dit jaar zal er tijdens een gemeenteraadsvergadering over de mogelijke aanpassing van het plan gestemd gaan worden.